aan de N324, de rijksweg van 's-Hertogenbosch naar Graven, staat verscholen in de bosrijke omgeving van het dorpje Velp bij Graven in een voormalig klooster, residentie Mariendaal. Wat is Mariendaal en wat biedt deze locatie? Nou, het is gewoon een prachtige locatie. Elke dag als ik hier langs loop om te gaan werken, denk ik zo dat ik hier mag werken. En ja, een prachtige omgeving. Hè, wij zelf als personeel kunnen ook lekker wandelen, maar onze bewoners ook. Veel bossen. Hier vlakbij is ook een kinderboerderij. Daar kunnen mensen ook heen wandelen. En ja, het is gewoon een heel fijn huis om te werken. Met locatiemanager Erika maken we een rondje door de residentie en ontmoeten bewoonster mevrouw Bensink. Ja. Zie nog? Ja, u had nog nagedacht, wat zou ik aantrekken? Ja. U ziet er fantastisch uit. Maar voordat we met haar meegaan naar de sportactiviteiten, nemen we een kijkje in het Grand Café, waar een lekker cappuccino of een gebakje genuttigd kan worden. Of relaxed een krantje wordt gelezen. Waar komt u oorspronkelijk vandaan? Ja, ik kom uit Amsterdam. Oh, dus toch de andere kant? Dus, ja, maar in de buurt van mijn dochter. Die woont in Hees. En bevalt het in Brabant? U kent Brabant natuurlijk al langer, maar bevalt het hier? Nou, ik ken Brabant niet zo goed, maar ik leer Brabant nu kennen. Nou, bevalt me prima hier. Het is een keurig huis en een hele vriendelijke personeel. Ze vliegen voor je. Dus ik heb er niks op aan te merken. Als u uw vrienden moet vertellen van nou hoe Mariendaal is, wat zegt u dan in één zin? Prima. En de keuken, waar al het lekkers gemaakt wordt voor de bewoners van de residentie. Nou, hier worden altijd 3 maaltijden bereid, verse maaltijden, professionele kok. Residentie Mariendaal. Daar bieden wij 2 onderdelen, van Doris herstelzorgconcept de revalidatie en van het Gouden Hart concept het particulier of zelfstandig wonen met zorg. Residentie Mariendaal is gevestigd in een voormalig Jezuïte-klooster. Het karakteristieke gebouw is in 2011 in oude glorie hersteld en staat op de Rijksmonumentenlijst. Ja, dit is nog de tuin van Residentie Mariendaal. En sinds kort is hier een opening gemaakt door de vrijwilligers van de kinderboerderij hier verderop. En nu kunnen onze bewoners heel gemakkelijk in het bos wandelen, ook naar de kinderboerderij lopen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ook wat ik merk, dat mensen uit Velp niet weten wie hier wonen en wat wij als Korian hier bieden. Ja. Maar iedereen is welkom. Zeker. Terug bij mevrouw Mensink, een sportieve dame op leeftijd. Net zoals vele andere bewoners maakt zij gebruik van de sportfaciliteiten helemaal individueel op maat samengesteld. Weet je wel waar u naartoe fietst, mevrouw? Voorlopig nog niet naar het eind van de wereld. Nee. Maar je hebt hier zo'n mooi uitzicht op die bomen. Ja. Met al die kleuren en die blauwe lucht erboven. Dat is wel zo mooi. Ja. Doet u dit vaak? 2 keer in de week. Zo? Ja. Dat is een hele opgave. Als je alle toestellen dan gehad hebt, dan ben je ruim een uur bezig. Zo? Ja. Dat is gezond? Het is gezond, ja. En je kunt ook merken, hè, in vakantie, als je dat dan niet doet, je stijver gaat worden. Oké. Ja. We laten mevrouw Mensink lekker haar gang gaan in de sportstudio en lopen met Erika door de appartementen die nu beschikbaar zijn. Dit is een van de woonappartementen, maar eigenlijk is het een studio. Er is geen aparte slaapkamer. Daar hebben we er enkele van, om een beetje een beeld te krijgen. Ze zijn ruim, hè? Ja. Dit is een 2-persoonskamer. Hier kun je ook alleen wonen als je wil, maar je kunt hier ook met z'n 2 verblijven. En dit is ook een woonappartement. Het is wel gestoffeerd, maar niet gemeubileerd. Dit zijn appartementen die nog vrij zijn? Ja, ja. Dus hebben we nog een aantal appartementen vrij. Een paar studio's, een paar eenpersoons- en tweepersoonskamers. Als mensen een beeld willen hebben van of zo'n appartement ook past bij hun budget, hun indicatie of hoe dan ook, hoe werkt dat? Moeten ze dan gewoon een afspraak maken? Ja, ze kunnen het klantcontactcentrum bellen en dan een rondleiding. Ja, dan geef ik een rondleiding. Een bakje koffie? Uiteraard. En lekker een cappuccinootje. Lekker sfeerproeven, ja. Op steenworp afstand ligt het historische en gezellige stadje Graven, pal aan de Maas. Nou, kom eens kijken hoe leuk het hier is, hoe mooi het hier is. En ja, in ieder geval welkom in ieder geval even om langs te komen voor een bezichtiging. Het is een goede plek waar je lekker kan aarden, merk ik. Ja. Ja, gasvrij. Ook dat. Mensen zijn blij. Ja, zo te zien wel. Hè? Ja. Ja, ja, je hebt het zelf gezien. Ja. Dankjewel dat ik een rondleiding heb gehad. Dankjewel. Jij bedankt.